Zaterdagmiddag 24 mei trokken verschillende historische legervoertuigen dwars door de Alblasserwaard wegens de 9e editie van de jaarlijkse Legertruckdag. De stoet bestond uit 32 legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Naast de gemeente Hardingsveld-Giessendam, Gorinchem, Hoornaar, Goudrian, Otterland, Bleskensgraaf en Wijngaarden trok de kolonne ook door Sliedrecht heen. Stichting De Ark, die samen met Stichting Het Groene Virus en vele andere vrijwilligers het evenement organiseerde, bezorgde mensen met een beperking een onvergetelijke dag.